even langs mag komen. Ja, ik heb begrepen dat je wat vragen hebt. Ja, nou kijk, je smeert natuurlijk van alles op je gezicht, hè? Dat doen we allemaal. Maar wat is nou eigenlijk belangrijk? Waar moet je eigenlijk op letten? Ik bedoel, kan je huid het zelf niet allemaal gewoon oplossen? Nou, dat vind ik goed dat je dat vraagt. Je huid kan natuurlijk makkelijk in leven blijven zonder er wat op te smeren. Gelukkig. Maar het is nou eenmaal zo dat we door de luchtvervuiling en dergelijke, en je zit met je handen in je gezicht, krijgt je huid heel veel vuil. En om die te beschermen, doen we er bijvoorbeeld een crème voor. En die crème is onder andere ook bedoeld om de huidconditie die je hebt goed te houden. En als die niet goed is, om hem goed te maken. Dus daarom smeren we een crème op. Snap het. En je hebt natuurlijk verschillende soorten crèmes, hè? Nou, smeer ik zelf dagcreme en een nachtcreme. Is dat eigenlijk wel nodig? Of wat zit daar nou voor verschil tussen? Nou, in principe is het niet nodig om een dag- en een nachtcreme te doen. En waarom niet? Overdag is je huid echt niet anders als dat die 's nachts is. Je huid kan geen klok kijken en die denkt niet om 11 uur, ik moet veranderen. Nee. Het is wel zo dat je huid is een orgaan, net zoals je nieren, je lever en je milt. En 's nachts komen alle andere organen tot rust, omdat je slaapt. En dan gaat het orgaan huid gaat wat meer aan het werk. Ja, ja. En dan kan het zijn dat je huid meer voedingsstoffen opneemt dan overdag. Maar de voedingsstoffen die je huid nodig heeft, die zijn overdag en 's avonds hetzelfde. Dus eigenlijk kun je gewoon volstaan met één crème. En die zijn er ook heel veel, dat noemen ze dan een 24-uurscrème. En die zijn zowel voor overdag als voor 's nachts goed. Is wel handig. Hè? Scheelt op je kaptafel een hoop ruimte. Zeker. En bijvoorbeeld een crème voor specifiek rondom de ogen of de hals of je décolleté. Is dat nou wel echt nodig? Waar dient dat voor? Nou, dat is eigenlijk alleen maar verzonnen door de commercie. Om je meer potjes crème te gaan verkopen. Want huid is huid. Of dat nou op het puntje van je neus zit of op je billen. De opbouw van de huid is altijd hetzelfde. Het zijn drie belangrijke lagen, die zijn hetzelfde. Alleen op je billen zit veel meer onderhuidsbindweefsel, spieren en vet dan onder je ogen. Maar de opbouw van die huid is hetzelfde. En de crèmes komen alleen maar in de eerste huidlaag. Dus het maakt helemaal niet uit of je een gezichtscrème onder je ogen smeert en op je hals. Dat kan. Nou, duidelijk. En wat voor een crème zou je mij dan bijvoorbeeld kunnen adviseren? Nou, dan moeten we eigenlijk iets vooraf doen. Ik heb apparatuur waar ik de huid mee kan meten, want ik wil weten wat voor huid je hebt. En het is heel vaak zo als je naar een parfumerie of een drogisterij gaat, dat je te horen krijgt van u heeft een gecombineerde huid. Mm-hmm. Nou, dat klopt wel een beetje, want op je voorhoofd, op je neus en op je kin is het altijd vetter dan aan de zijkant van je gezicht. En ja, dan is het gecombineerd, maar daarmee kom je niet weg. Ik heb apparatuur waarmee je kan meten wat het vetgehalte van je huid is, wat de vochtgraad is van je huid, wat de zuurgraad is van je huid, hoeveel pigment je in je huid hebt en al die soort dingen bij elkaar bepalen dat ik een bepaalde crème adviseer. Dus zo uit de losse pols zeggen van deze crème moet je gebruiken, dat gaat niet. Dat moet je echt eerst die huidmeting gaan doen. La, 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 la.